Rotterdam-Noord. Het klooster, een wijk van de huis hier in Rotterdam-Noord. En in samenwerking met Floris des Iliers is een Capverdiaanse culturele middag georganiseerd. Nou, kom, laat ik je zien hoe de middag eruit ziet. Middag zal de avond! En de avond is weer als je. Ja, afgelopen vrijdag was er Capverdië aan de Rotte in het klooster in Rotterdam-Noord. Een feest georganiseerd door Floris des Iliers. Een organisatie die haar driejarig bestaan vieren, maar zich niet alleen bezighoudt met feesten. Het is een vrijwillige organisatie, wat het is voor de medemens, zodat iedereen toch een luisterend oor heeft op zijn tijd. En vooral veel gezelligheid en warmte om de moeilijke tijden te doorbreken en het gewoon leuk te hebben. Want het leven bestaat ook uit leuke tijden. Na drie jaar is vandaag ook een bekroning bij wat we gedaan hebben al die tijd. We geven niet alleen feest, zoals deze, maar we bezoeken ook mensen die ziek zijn, mensen die in de verpleeghuis zijn, we geven ook bloemen weg. Dus er is een diversiteit van in verschillende oorden dat wij deze organisatie doen. Vanavond is er dus feest met muziek, eten en live optredens. En zoals u al hoort, dit feest is zeker niet alleen bedoeld voor mensen met een Capverdische achtergrond. Dus wat we juist willen bereiken, onze cultuur presenteren aan anderen, maar zeker de verbinding zoeken. Want dat staat voorop, de verbinding ongeacht welke huidskleur. Een tijd lang zijn de Capverdianen eigenlijk bestempeld geweest als stillingplanten. En toen een tijd lang kwamen ze, vooral de jongeren, kwamen heel negatief in het nieuws. Dus hiermee zijn we toch mensen wat meer bij elkaar aan het brengen. En tegelijkertijd laten mensen ook zien van wat zijn de echte Capverdianen. We leven hier in Rotterdam in een multiculturele samenleving. Dus wij horen ook in die samenleving. Dus waarom niet dat wij met iedereen mengen? En dat is de bedoeling van diversiteit. Deze diversiteit wordt ook gevierd met dans en muziek, want de organisatie is van origine een dansgroep waarbij jong en oud de traditionele Capverdische mazurka-dans kunnen leren. Waaronder ook deze mevrouw. Ja, ze heeft dus in Capverdië nooit gedanst, maar ze heeft het hier wel geleerd en nu kan ze het. Ja. Klopt. En wij mooi. Jongeren mogen het weer van hen leren. Ja, ja, mooi, mooi, mooi. Ik ben zelf geboren en getogen hier in Rotterdam-Noord. Maar ik voelde op een gegeven moment toch wel die behoefte, verlangen om weer contact te maken met mijn eigen roots. Van waar kom ik vandaan? En een paar jaar geleden ben ik terug geweest. En toen ontdekte ik gewoon bepaalde eigenschappen van mezelf die ik daar herkende en niet hier. En om de balans te vinden in mezelf en de rust in mezelf, denk ik, nou, ik kan de kwaliteiten van de beide culturen samensmelten. En ja, daar heb ik vrede bij gevonden, dus vandaar.